Ik ben de helft van Jip. We zijn een zaak die is met de opleidingen, trainingen aan en coaching. En de meeste dingen die we doen, die hebben te maken met communicatie. Het kan zijn intern in een bedrijf, communicatie, medewerkers, leidinggevende, communicatie naar klanten. We werken heel vaak met openbaar bestuur samen als CMW's. Hoe kun je een stukje organisatie meer klantvriendelijk gaan oriënteren? De communicatie is dan natuurlijk het sleutelwoord. Vandaag ga ik het ook over communicatie. Maar dan communicatie met jullie klanten, hè, de leerlingen. Die niet altijd doen wat jullie verwachten. Hè, dat is het uitgangspunt. Waarom denken wij over dit onderwerp iets te kunnen zeggen? Want dat is nogal specifiek. Het wijkt natuurlijk wat af van het andere klantgericht werken, die in het onderwerp ben. En ook de Google. Ik heb zelf bijvoorbeeld verschillende jaren lesgegeven in Telt en Sonderen in Turnhout, in Geel, dat is meer richting de Kempen. En heb nadien een groot vrij tijdsproject opgestart in het Antwerpse, waar wij eigenlijk op dagelijkse basis, maar dan meer in de vrije tijd, dus in alle scholen, straatjongeren bereikten, die we een stukje in een positief aanbod probeerden mee te nemen. Hè. Ik heb ook verschillende jaren straatwerk gedaan bij jongeren. Mijn collega die er nu bij is, heeft bijzonder jeugdwerk gedaan. Hè. Dus al die ervaringen in het werken met jongeren, hebben wij een stukje trachten te bundelen in deze opleiding, die we al honderden keer gegeven hebben in verschillende scholen in Vlaanderen. Maar ook bij openbare besturen, mensen die in sporthallen staan, in bibliotheken staan. Die eigenlijk op dezelfde dingen vastlopen, maar vaak minder dan jullie daar pedagogische tools voor hebben, omdat ze dat niet in opleiding hebben meegekregen of daar absoluut ook geen ervaring mee hebben. Dus in die zin, heel veel ervaring die we allemaal in deze opleiding hebben gestoken. Je zult ook zien, straks, vooral in het tweede deel, dat er heel veel voorbeelden gegeven worden. Die voorbeelden komen ook bijvoorbeeld van collega's uit trainingen van andere scholen. Maar je zult ook zien dat je regelmatig refereert naar de ervaringen die ik zelf heb opgedaan, bijvoorbeeld als straatwerker. Goed, misschien kort over wat we kunnen verwachten vandaag. Eerst nog dit. Jullie hoeven niets te noteren. Dat mag natuurlijk, maar dat hoeft niet. Jullie krijgen de presentatie, die is opgebouwd als een soort van handboek. Dus met een hoop tips en dat is heel praktisch en overzichtelijk. Dus met dit kunnen jullie in principe zetten. Hier hebben we ook ons mailadres. Wij bieden een soort nazorgservice aan, zodat we scholen en leerkrachten de mogelijkheid geven om na de opleiding nog eens een mailtje te sturen. Te zeggen, kijk, ik heb nog een vraag, ik heb gisteren iets meegemaakt. Ik heb dat zo aangepakt, wat denkt u daarvan? Of ik liep vast, hoe denk je dat dat zou kunnen komen? En dan geven wij graag advies nog aan u persoonlijk of aan de school. Ik denk dat het belangrijk is dat je intern daarover kunt afspreken, wordt dat gecentraliseerd misschien bij de directie en wordt van daaruit de communicatie gebeurd. Maar gebruik het, is een soort van hulplijn die we nog aanbieden aan de opleiding. Voilà, wat gaan we eigenlijk vandaag doen? Ik wil het eerste stuk, dus voor de pauze, eigenlijk vooral stilstaan bij straatcultuur en de kenmerken van straatcultuur. Omdat we zelf merken dat we vanuit die straatcultuur heel veel oplossingen kunnen vinden in het aanpakken van de problematiek. Dan gaan we in het eerste stuk weer stilstaan. Om dan in het tweede stuk vooral stil te staan, maar kijk, hoe kunnen we nu aan de slag gaan met die straatcultuur, met die kenmerken. En we gaan dan twee aanpakken bekijken, en van de judo en de karate. Ik moet voorstellen, dat staat voor iets, vooral duidelijkheid, van je geen matten uitrollen en geen oefenen op elkaar. Het is een manier van communiceren, aanpakken, die voor iets staat. Dat wordt straks wel duidelijk waarom dat we voor die naam zijn gekomen. Ik denk, wat een stukje in te spelen op de inleiding van Francine ook daarnet. Ik kom hier niet grote wonder prediken en moest er pasklare oplossingen zijn, dan was het gewoon gemakkelijk. Dat zijn er natuurlijk niet. Jullie zullen zien dat we jullie waarschijnlijk al een hoop dingen uit de judo en de karate ook gebruiken in jullie dagelijkse aanpak. Ik wil vooral ook van een spiegel voorhangen vandaag, van kijk, hoe ben ik bezig? Wat zijn misschien mijn valkuilen? Wat zijn de dingen waar ik misschien meer op ga moeten letten? En wat zijn eventueel nog praktische tips en tricks
die we kunnen meepakken in onze aanpak. Het is belangrijk dat we dingen doen voor ons vooral goed bevoegen. Dat is de insteek van de dag. En dan gaan we daarna nog wat inzetten op cases die we hebben doorgekregen. Of die gaan vragen die van jullie komen. Oké, goed. Als er vragen zijn, stel ze. Er zijn er redelijk veel, dus we zullen een beetje gecoördineerd moeten praten met elkaar. De opleiding loopt ook wel bij discussie uit. Misschien leuk om even een buurman er even over te hebben, maar je zult merken dat iedereen naartoe dat daar heel gesproken wordt. Dus ik zal proberen de focus te houden en dan vooral tijdens de pauze straks misschien met elkaar wat in gesprek proberen. Goed, voor we starten zou ik graag twee cases aan jullie voorstellen of voorleggen. Het is de bedoeling dat jullie antwoorden geven en wat zouden we kunnen doen in deze situatie. En graag, het gaat over communicatie vandaag, graag zo letterlijk mogelijk. Wat zeggen we op het moment dat dit gebeurt? En ik nodig jullie uit om vooral spontane reacties te geven. Want nu zitten we in een redelijk kunstmatige setting. Maar wat zou je inderdaad op dit moment zeggen of roepen wanneer het iets gebeurt? Goed, eerst nummer 1. De vuilbak. De school is gedaan. De lesuren zijn gedaan. De jongeren gaan naar huis. De grote hoop is al weg. Dus we spreken zo 10 minuten, een kwartier nadat de lessen zijn afgerond. Je loopt op de speelplaats. En voor u loopt er iemand. Wat we ons ervan uitgaan dat je die persoon kent, maar niet goed kent. Dat is niet in de klas, maar je hebt hem al wel eens gezien. Hè? Of al eens in een of ander studiemoment gehad. Hè? En die persoon die loopt voor u. En die loopt. Op een gegeven moment zit er een vuilbak of een container, iets wat je wilt. Staat daar en die loopt daar op de weg naar buiten naartoe. Je stemt 2-3 keer tegen die container en die trekt je op de grond. En die gaat gewoon verder weg naar buiten. En hij heeft je niet gezien. Het heeft dus niets met je te maken. Het is niet van, ik ga in je rechter zitten. Die gewoon zitten of zitten. Zeg maar. Dat is de situatie. Wat doen we? Niks doen is geen optie. Ik moet zelf mijn bus nog halen. We lachen daarmee omdat we weten dat dat zonder gebeurt en dat mensen daar niks op gaan zeggen. Ja. Oké, cool. Ik heb een paar suggesties nodig. Hoe pakken we het aan? Ja. Ik zou roepen, excuseer. Ik ga even mevrouw. Ja, hoe met het vinger? Ja, mevrouw? Ja, ik heb geroepen en zei het in de ik heb op zijn blad gezet, dan had ik een fruitenbal met zijn vrienden. Hoe pak je dat aan? Hoe zeg je dat dan? Graag dat ook. Je komt terug en dat is loop wat je wil. Ja. Dat ik wel gezien heb wat er gebeurt. Hoe doet je dat? Gewoon, nee, excuseer dat hij mij ziet en dat hij. Hij zal je wel vlug doorhebben dat ik. Dat ik het ja. Excuseer. En dan? Aanvallen en zien wat dat zijn reactie is. Ja. Oké. Okay. Ja? Ook ja, excuseer en vragen wat dat probleem is. Ja, dat is goed.